De meningokokkenziekte duikt op. De meeste 14-jarigen krijgen in oktober of november een vaccin tegen deze ziekte. Moet er grote angst zijn voor een uitbraak van deze ziekte? Dat niet. Maar er raken wel steeds meer mensen besmet. Voor 2015 raakten jaarlijks zo'n 4 patiënten besmet. In de eerste maanden van 2018 lag dat aantal al op 74. In de meeste gevallen komt de meningokokbacterie niet in het bloed of het zenuwstelsel terecht. Als dat wel gebeurt, dan kun je goed ziek worden. Zo kan de bacterie een hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging veroorzaken. Een vaccin moet dat voorkomen. Maar waarom krijgen juist 14-jarigen de prik? De ziekte komt het meest voor bij kinderen tot 2 jaar, mensen boven de 50 en tieners tussen de 14 en 20. De bacterie wordt overgedragen door menselijk contact. Het kan via hoesten, niezen of zoenen gebeuren. En aangezien tieners de bacterie door veel sociaal contact veelvuldig verspreiden, vormen zij een grote risicogroep voor de rest van Nederland. Daarom krijgen zij nu een prik.